is van de Harmenfoto. Geen zorgen, de vlog begint zo. Alleen ik wil jullie graag even vertellen dat dit al een vlog is. Die al langer, die ik al langer geleden. Wij gaan op vakantie naar de Noordkaap. En de Noordkaap is het meest noordelijkste puntje van Europa. Hallo en welkom bij deze gloednieuwe Harmenfoto-vlog. Vandaag zijn we in Normandië. We zijn aangekomen in het oorlogsdorpje Sainte-Mère-Église. Hier staat persoonlijk mijn favoriete wapen. Het is de allereerste stop van dag 2 van het rijden. Huisje in Zuid-Frankrijk, dus dat betekent dat je 1300 kilometer rijdt. Wat best wel heel erg lang is voor één dag. En nadat ik 1000 keer in het zwembad was geplonst, was het tijd om weer terug te gaan naar Nederland. Maar er was nog één laatste belofte die aan mij gedaan was. Hallo kijkers van Harmenfrodo en welkom bij weer deze gloednieuwe vlog. Ik begin deze vlog precies op dezelfde plek waar ik serieus over horrorbossen gesproken. Dan is dit er sowieso één. Echt, ik loop er 3 stappen in en je ziet me niet meer. Hallo kijkers van Harmenfrodo en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Anniversary Month, waarin we deze week weer gaan kijken naar een bepaalde maand waarin we video's hebben geüpload. En toevallig ben ik net terug van mijn vakantie op de Ardennen. Gisteravond zijn we teruggekomen. Dus vandaag gaan we terugkijken naar de afgelopen 4 zomervakanties die ik gevlogd heb. In 2016 ging ik naar de Noordkaap. In 2017 ging ik in de Noordkaap naar de Noordkaap. En dat zijn Harmenfrodo vlog 30, 31, 32, 35 en 36. En ja, dat was een beetje de allereerste vlogreis. Heel chaotisch, maar we kunnen wel even een paar stukjes die echt leuk zijn daarvan in de video zetten. Maar weer een nieuwe vlog. Vandaag ben ik in het fitnesscenter om de dag goed en sportief te beginnen. We hebben hier ook nog een vrachtwagen gezet. Weer bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Harmen en vandaag ben ik nog steeds op het schip. Vandaag gaan we er vanaf. Maar ik zal even laten zien dat het opent. Ik heb 2 pasjes. The gravity pulls you straight down. We gaan ook nog naar de winkel vandaag. En gisteren hebben we natuurlijk de beren gekeken. Het jammere aan die eerste vlogs is eigenlijk dat je er eigenlijk niks van kan verstaan. En dat ze ook niet ontzettend goed waren. Dus ja, ze zijn gewoon een beetje teleurstellend eigenlijk. Dus laten we snel doorgaan naar mijn zomervakantie 2018. Mijn zomervakantie 2018 was mijn vakantie naar Normandië. Harmenfrodo vlog 38, 39, 40 en 41. Wat een beetje het allereerste begin was van video's die wel een heel klein beetje editing erin hadden. Ik probeerde altijd aan het begin een soort trailer neer te zetten. Maar die waren vaak niet heel goed. Maar je merkte wel dat ik iets probeerde of zo. En ja, dat was die vakantie. Het simpele aan die vakantie was dat ik alleen met mijn ouders weg was. Dus ik kon gewoon filmen wanneer ik wilde. Zonder dat je nog meer lastige mensen erbij hebt en dat soort dingen. Alleen je hebt dan altijd nog last van dat je de hele tijd je afvraagt. Ja, maar wat moet ik nou zeggen als ik hier alleen in een dorpje sta of iets in die richting. Ja, wat heb ik dan te vertellen? En dan ben ik vorig jaar naar Zuid-Frankrijk op vakantie geweest. Waar mijn Frodo vlog 70, 71, 72 en 73. Wat... Wel, dan merk ik dat 73 is mijn favoriete Frodo vlog overall. Omdat daar gewoon echt veel editing in zit. En ik die gewoon echt nog altijd leuk vind om te kijken. En verder was dat gewoon een zomervakantie. Volgens mij zijn het er elk jaar 4 of 5 vlogs in een vakantie. En dat is het dan ook. Na mijn vlog in Monaco en nadat ik 1000 keer in het zwembad was geplonst, was het tijd om weer terug te gaan naar Nederland.
Maar er was nog één laatste belofte die aan mij gedaan was. We zouden net als in mei 2018 teruggaan naar Taizee. En dan hebben we alleen nog maar dit jaar. Dat wordt waarschijnlijk Harme Foto Vlog 113 tot met 116. Maar dat weet ik nog niet zeker. En dat gaat over mijn vakantie in de Ardennen. En hier alvast een sneak preview voor jullie. Serieus, over horrorbossen gesproken. Dan is dit er sowieso één. Echt, ik loop er 3 stappen in en je ziet me niet meer. Hierheen, Arne.